Ik sta hier in de voormalige Joodse buurt in Hartje Amsterdam. In deze buurt vormen nu 5 bijzondere locaties samen het Joods cultureel kwartier. Misschien ken je wel het Joods Historisch Museum of de Portugese Synagoge, maar er is nog veel meer te zien en te ontdekken. Ik ga de uitdaging aan om in deze video in 2 minuten te laten zien hoe veelzijdig het Joods cultureel kwartier is. Dit is het Joods Historisch Museum. Leuk feitje, dit bestaat uit 4 voormalige synagogen die zijn samengevoegd. Het museum geeft een beeld van 400 jaar Joodse geschiedenis, van vroeger tot nu. En een voorbeeld is dit schilderij, waarin je heel goed kan zien hoe de buurt rondom het museum er vroeger uitzag. Het Joods Historisch Museum heeft ook een kindermuseum. En dat laat op een speelse manier zien hoe het dagelijks leven van een Joodse familie eruit ziet. Dit is Max de Matze. Hij is gastheer van het kindermuseum en hij legt kamer voor kamer uit wat je ziet. In het museumcafé eet je typisch Joodse gerechten, zoals deze heerlijke gemberbolus. Dit bijzondere 17e eeuwse gebouw, de Portugese synagoge, is het enige gebouw in Amsterdam dat zich nog in originele staat bevindt. En toen het gebouwd werd in 1675, was het de grootste synagoge ter wereld. Naast dat het een museum is, worden hier regelmatig diensten gehouden en concerten georganiseerd. En tijdens deze concerten wordt de synagoge prachtig verlicht door bijna 1000 kaarsen. In de Hollandse Schouwburg werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 10.000 Joden bijeengebracht door de bezetters, om vervolgens naar de concentratie- en vernietigingskampen te worden gedeporteerd. Tegenwoordig is het een monument waar de 104.000 Joodse slachtoffers uit Nederland worden herdacht. Schuin tegenover de Hollandse Schouwburg staat hier het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Mede door de aanwezigheid van de tramhalte zijn de levens van honderden kinderen gered. Als de tram stopte voor de deur, dan werd het zicht van de bewaker ontnomen. En zo konden de kinderen die hier in de naastgelegen crash hier over de muur werden getild, via de voorkant naar buiten worden gesmokkeld door het verzet. Dit was het Joods Cultureel Kwartier. Kom jij binnenkort ook een keertje langs?